Aan de Otterweg in Beek en Donk is donderdag een laadpaal voor elektrische auto's geplaatst. Er werden 2 parkeerplaatsen gerealiseerd door de gemeente Laarbeek. En de firma Heijmans plaatste donderdag de laadpaal met 2 aansluitingen. De mogelijkheid voor het opladen van elektrische auto's krijgt op steeds meer plaatsen in de gemeente Laarbeek gestalte.